fysieke ontmoeting en dan ook nog hier in Apeldoorn voor het eerst in ons eigen huis, is voor mij extra belangrijk, omdat je dan elkaar treft, elkaar in de ogen kunt kijken, de energie van elkaar voelt. Dat is bijna uniek, dat er zo'n hoge opkomst is en dat kennelijk dus iedereen heel veel behoefte eraan heeft ook om elkaar te zien en om samen te verdiepen op belangrijke thema's in het overheidsdomein. Nou, we hebben het vandaag hier bij Centraal Beheer gehad over vitaliteit. Wat doe je nou voor jezelf om te zorgen dat je immuunsysteem wat sterker wordt, dat je gezond bent, niet alleen nu, maar ook over 20 jaar. En dan gezondheid qua zowel fysiek als mentaal. Ja, wat echt onmisbaar was, is de workshop van Erik Scherder. Niet alleen maar blijven zitten. Dat ga ik echt veranderen, want ik dacht dus dat het goed was om te blijven zitten en 's avonds dan te sporten. Maar het is juist beter om tussendoor dus te bewegen en dat je daar veel productiever van wordt. Het leukste vind ik nog steeds de mensen zien. Gewoon weer spreken, gewoon iets anders dan een telefoon. Iemand een hand kunnen geven, weer even meer contact hebben dan alleen een telefoon of een camera. Ik heb een geweldige dag gehad. De workshops waren perfect en wel weer wat opgedaan, ook weer wat nieuws geleerd. Nou, wat ik heel erg leuk vond van de masterclass is dat je ontzettend goed inkijk kreeg in het proces van schadebehandeling. Dat is heel erg goed om te laten zien dat het niet alleen maar over de weer schakelen is, maar dat er nog heel veel bij komt kijken. De andere workshop vond ik ook ontzettend bijzonder, omdat je echt die verharding in die maatschappij ziet. Die zien we ook in het werk natuurlijk terug. Dus het gaf me wel inzicht van ja, wat kan je er tegen doen, hoe moet je ermee omgaan. Mijn collega's geven mee dat ik geweest ben, dat ik weer de nodige energie heb opgehaald. Ja goed, dat ik weer enthousiast word van het zijn bij Centraal Beheer en een leuke dagen die ze altijd organiseren. De take-home message is, doe nieuwe dingen die uitdagend zijn en die moeite kosten. Zowel mentaal als fysiek. Ik denk dat je daarmee zin houdt in je werk, niet alleen nu, maar ook over 30 jaar.